1980 bedacht VARA-programmamaker Florie Anstad Kinderen voor Kinderen. En dat bleek een schot in de roos. De single Waanzinnig Gedroomd stond meteen 9 weken lang hoog in de top 40. Het was een denderend begin van een eindeloze reeks hits op meer dan 25 gouden en platina platen. Kinderen voor Kinderen ontving een gouden harp, maar liefst 3 Edisons en zelfs een roos op het internationale televisiefestival van Montreux. Het Kinderen voor Kinderen oeuvre omvat inmiddels bijna 400 liedjes die nog steeds taboe doorbrekend zijn. Met onderwerpen als de dood, oorlog en het hebben van twee vaders. Maar ook aan bod komt, hoe kan het ook anders, verliefd zijn. Hoe kan ik nou verliefd zijn? Ik weet niet eens wat of het is. De allereerste uitzending werd gepresenteerd door Willem Nijholt. In zijn voetsporen trad een indrukwekkende reeks presentatoren. Waaronder Willem Ruis, Joep van het Hek, Sonja Barend, Herman van Veen en Paul de Leeuw. Kom even, kom maar. Zijn zulke lieve kinderen, ze doen echt alles op commando. En nou weer terug. Duizenden kinderen deden sinds 1980 auditie en meer dan 400 van hen mochten uiteindelijk op de album zingen. Het betekende het debuut voor zangeres Elise van der Horst. Help, 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 help. Maar ook voor Mandy Huids, Marion Keller en Laura en Karin Vlasblom, de latere Eurovisie-babes Frizzle Sizzle. Wat begon met een kinderkoor dat eigentijdse liedjes zong, groeide uit tot een instituut dat de Nederlandse muziekcultuur met een aantal onvergetelijke evergreens heeft verrijkt. Hooggeëerd publiek, zet u strap. Ga rechtop in uw stoel zitten. En mag ik u welgemeende aandacht voor... Ho, 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 Frank. Nog hoger dan hooggeëerd publiek. Bereid u voor. Geef uw onverdeelde applaus voor the one, the only... Claudia de Brij. Frank, even blij. En welkom op het feestje, want we zijn jarig. 30 jaar Kinderen voor Kinderen. Wat gezellig dat ik jou in deze feestelijke omgevingen zie. Het genoeg is heel aan aan uw zijde, Claudia. Nou, zeg dat wel. En gelukkig maar, want de komende anderhalf uur gaan we vieren dat Kinderen voor Kinderen ons al 3 decennia lang trakteert op lieve, leuke, grappige, aandoenlijke, te gek, gaaf, coole, helemaal woepie liedjes. Ja, heel hip gezegd, Claudia. 3 decennia, dat wil zeggen 30 jaar Kinderen voor Kinderen. Een fenomeen, een instituut. 3 Edisons, 25 gouden en platina platen. Bijna 1000 kinderen die ruim 400 liedjes hebben gezongen. En dat vieren we vandaag. En dat doen we niet alleen met lekker veel optredens, maar ook met het grote, origineel gepatenteerde Kinderen voor Kinderen spel. En in dit grote, origineel gepatenteerde
gerelateerde jubileumspel komen de leukste, gekste, meest opvallende en bekendste Kinderen voor Kinderen liedjes en fragmenten allemaal voorbij. En om dit jubileumspel te spelen zitten hier in deze prachtige studio drie al even prachtige teams klaar. Elk team bestaat uit 15 duo's en elk team zit in een ander vak. Anders wordt het misschien knokken, je weet maar nooit. En Claudia heeft inmiddels een heel oncharmant sprintje getrokken. Dank je. En staat klaar om team 1 aan jullie voor te stellen. Ja, en het is helemaal waar, Frank. Zonder dit vak hadden wij hier allemaal nu niet gezeten. Dit is het team van de liedjesschrijvers, de makers, de mensen die aan de basis hebben gestaan van Kinderen voor Kinderen. Ik citeer even mijn favoriete VARA-collega. Ik maak een diepe buiging voor de makers van Kinderen voor Kinderen. En het mooie is, we hebben hier natuurlijk te maken met VIP's, maar ook nog met hun baby VIP's ernaast. Marjan Berk, je hebt je kleindochter meegenomen. Eén van de vier. Hoe oud ben jij? 5. En hoe oud is oma? 77. Ja. Ik bedoel maar, dus jullie bestrijken met z'n tweeën echt het hele Kinderen voor Kinderen. Florrie Anstad met kleinkind, Henk Temming met zoon, Benny Jolink met kleindochter. Nou ja, lekkere rakker van me zitten. Ik kan dit vak niet aan. Ivo de Wijs, Tony Eijk, iedereen is er. Frank, wat heb jij daar? Hier zitten de mensen die geen enkele hobby hebben en die in hun vrije tijd niets anders doen dan de godganse dag Kinderen voor Kinderen liedjes draaien en keihard meezingen. Hun kennis schijnt ook echt zo ver te gaan dat ze zelfs op de hoogte waren van de vriendje-vriendinnetje relaties die tijdens de opnames spontaan ontstonden. Ja, er gebeurde heel veel achter de coulissen. Ze weten dus echt alles van Kinderen voor Kinderen, maar dat moeten ze vandaag eerst nog bewijzen. Hier is het team van de allergrootste Kinderen voor Kinderen fans. Nu aanbeland bij het allercoolste vak, want ik zei het wel bij de makers, maar zonder deze mensen had Kinderen voor Kinderen zeker niet bestaan. Alle zangers en zangeressen, een Holly Brood zie ik hier zitten. En Kelly, god ja, dat is waar ook, Kinderen voor Kinderen verleden. De dames van Frizzel, Sizzel, Pizzel, alles is er. Als dit vak niet wint, dan weet ik het ook niet meer. Goed, dat zijn de teams. Dan nu even de regels, dus even allemaal opletten, dan kan ik het kort houden. Elk team bestaat uit 15 koppels en heeft dus ook 15 stemkastjes. Hierop geven jullie per koppel het goede antwoord op de multiple choice vragen. Dus je drukt A, B of C. Och Frank, wat ben je toch sexy als je zo streng bent. Maar je hebt gelijk, we gaan beginnen. Kandidaten, handen aan de knop zoals het hoort, want hier komt de eerste ronde. De eerste vraag. Er zijn koppels geweest die heel veel verschillende liedjes voor Kinderen voor Kinderen hebben geschreven. Onder de evenaar is meestal maar een bedelaar. Kinderen voor kinderen. Voor kinderen vandaag. Hij blijft mooi. Welk duo schreef deze legendarische tune van Kinderen voor Kinderen? Waren dat A. Henk Westrus en Jack Gadella? Of B. Henk Westbroek en Henk Temming? Of toch C. Jochem Fluitsma en Erik van Tijn? Wie gaan er al jaren op skivakantie van de tune van Kinderen voor Kinderen? Het goede antwoord is A. Daar zitten ze, Henk Westrus en Jack Gadella. Complimenten, prachtige tune. In de loop der jaren af en toe aangepast aan de tijdgeest, maar onverwoestbaar. Erg belangrijk bij Kinderen voor Kinderen zijn altijd de thema's geweest. En de thema's zijn altijd aangedragen door de kinderen zelf. Maar uit de titels blijkt niet altijd het thema. Vandaar de vraag, welk thema verbindt deze drie liedjes? 6 weken zonder jou, stom hoor en vandaag even niet. Is dat antwoord A, vakantie? Antwoord B, verhuizen? Of antwoord C, verveling? Ja, het goede antwoord is antwoord A, vakantie. Gaat weer aan het knokken met zijn stokken en schiet weer dezelfde brokken. Zijn vakantie is een kommer en een kwel. Want ook al werd hij onverschrokken, het blijft toch een zaak van gokken. Van proberen past het niet of past het wel. Pas als hij wit is weggetrokken, zegt hij: pak maar in benokken. En we slapen weer een nacht in een nacht.
spectaculair moment voor jullie, Ati. Ja, het is prachtig. Edwin Rutte met een tentstok. Straks veel meer nog daarvan. Maar we gaan eerst even meezingen en kijken hoe tekstvast jullie zijn. Even meezingen met een klassieker meidengroep. Even kijken of jullie weten wat er moet komen waar de tekst ophoudt. Oma, wat Hier zingt iedereen het goede antwoord al. Nou, voor de vorm dan toch. Wat komt er na, dat is iets dat ik al tijden roep, komt er dan, dat ligt zo goed in het gehoor, A. Of B, daar ga ik helemaal voor, dat zei toen nog helemaal niemand. Of C, alles liever dan kantoor. Kinderen roepen daar allemaal C, wat hebben jullie gedrukt? Ja, het goede antwoord is natuurlijk C. Laten we even luisteren om het zeker te weten. De laatste jaren wordt Kinderen voor Kinderen steeds op een andere locatie gehouden. En vorig jaar in 2008 was dat in de Amsterdam Arena. Spreek je niet dezelfde taal, muziek verstaan we allemaal. Ja, de presentatie was toen verrassend genoeg in handen van de musicalster Jack van Gelder. Maar de volgende vraag, met wie presenteerde Jack van Gelder dit megaspektakel? Was dat A, Lange Frans, B, Ali B, of C, yes er, en daar mag absoluut niet voor gezegd worden. We gaan even kijken. Ongelooflijke talenten hier. Heb jij vroeger ook meegezongen met Kinderen voor Kinderen? Kan je... Het was misschien een jeugdzonde, maar heb je het gedaan? Ik ben bang voor de bal, heb ik, en ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Als ik zoveel snoep had en iedereen wilde wat van me hebben, dan zong ik, ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Ja, het goede antwoord was antwoord B, Ali B. Ik hoorde al veel mensen het roepen. Klauw. Frank. Voor Kinderen voor Kinderen bedacht Florie Anstad, de vrouw die het allemaal heeft aangesticht waar ik hiernaast sta, die bedacht een ander kinderprogramma. En dat was de inspiratie voor Kinderen voor Kinderen. Dit is een vraag voor de ouderen onder ons. Welk jeugdprogramma was Florie's inspiratie? Was dat A, Ren je rot? Was dat B, Het spant erom? Of C, Klassenwerk? Tony, dat moet jij weten. Nee, nu hoor ik niemand meer voor zeggen hier onder de 10. Het was Het spant erom. Ja? Marjan, had het goed? Dat weten jullie natuurlijk wel. Florie, het was ongetwijfeld vanuit Het spant in Bussum. Ja, precies. En wat was dat voor programma? Nou, het was een kinderspelprogramma. Twee klassen, wat je nu de achtste groepen zou noemen. Die kregen allemaal spelletjes aangeboden. En op het ene talentje, op een ander talentje gebaseerd. En een van de opdrachten was dat ze een liedje moesten schrijven, een couplet moesten schrijven. Eerste couplet schreven we zelf, met de melodie. En de ene klas moest het tweede couplet en de andere klas het derde couplet maken en spelen. Maar dit klinkt niet zo sappig als Kinderen voor Kinderen. Nee. Was dat ook waardoor je dacht, dit moet beter? Het was dus zo dat ik in die klasse ging om het spel uit te leggen. En dan zei ik, jongens, zing eens wat. En dan zongen ze flarde Engelse popsongs. Ik praat nu over de 70er jaren. Ze wisten echt niet wat ze zongen. En dan zei ik, nee jongens, ik wil wat Nederlands horen. En dan zeiden ze, wow, vreselijk, maf. Nee, dat wilden we niet. En toen zei ik, oké, ik wil wel nieuwe liedjes voor jullie laten schrijven. Maar dan moet je zelf de ideeën aanleveren. En zo ontstond Kinderen voor Kinderen. En zonder Kinderen voor Kinderen was er nooit kleuterpop als K3 gekomen. Nee. Bedankt, Florie Anstad. Frank, terug naar jou. Ja, in 1987 was de presentatie van Kinderen voor Kinderen compleet anders. Het leek wel praatjesmakers. Vlinders in buik, zenuwachtig.
Van alles. Ja, dat weet ik niet, want ik ben nog nooit verliefd geweest. Ik zou me aankleiden als de koningin. Het zou wel gek zijn als hij niet weet wat een poesje is. Nou, ik wil dus computerprogrammeur worden, want dat is mijn hobby. Ik denk dat ik later bankier wil worden. Soms dan gaat het mis en dan zegt hij iets van een scheldwoord of zo. Daar weet ik niet zoveel over te vertellen. En dat deden dat jaar ook twee bekende Nederlanders mee. En een van die twee was Ron Brandsteder. Maar welke grote musicalster speelde naast Ron Brandsteder mee in een van de clips? Was dat A, Danny de Munk? B, Pia Douwes? Of C, Simone Kleinsma? Ja, antwoord C is het goede antwoord. Ik wil kijken. Voorgoed verdwijnen. Ik wil voorgoed verdwijnen. Simone Kleinsma was hier de assistent van goochelende Ron Brandsteder. Over naar mijn assistent Claudia de Breij. Ja. Prachtige beelden. Alle grote en kleine problemen van kinderen zijn de afgelopen 30 jaar wel voorbijgekomen. Wat is de titel van het liedje uit 1991 dat over een geadopteerd broertje ging? Was dat A, Als we jou niet hadden gehad? B, Ramons verjaardag? Of C, Hey mama, hey papa? Kelly, ik zag jou al het goede antwoord influisteren bij je neefje. Klopt, ja. Nou, zeg jij het dan maar. Wat is het goede antwoord? Antwoord B. Het is B, Ramons verjaardag. Laten we even kijken naar het bewijs. Ja, ik zie Scott, neefje van Kelly. Jij zei gelijk, dat was jij. Ja. Jij herkent Kelly daar wel in? Nee, maar ze had een filmpje laten zien. Oké, dus dat heb je gezien van vroeger. Want het kleine ferries worden groot. Er is heel veel gebeurd sinds die tijd. Hoe vind jij het om dit terug te zien? Ja, ik ben hier wel trots op. Ja, ja zeker weten. Ik vind het echt heel gaaf om terug te zien. Om meegemaakt te hebben, absoluut. Is het daar allemaal begonnen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En wat is jouw favoriete Kinderen voor Kinderen liedje? Als je er nu eentje met het hele publiek zou mogen zingen, heel hard, wat zou het dan zijn? De Cassie Club. Vind ik echt een heel leuk liedje. Ja. Ja, we gaan kijken of jullie nog meer liedjes kennen. In 2005 werd er een lied uitgebracht dat voor veel reacties zorgde in binnen- en buitenland. Twee vaders. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Soms doen we nog wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Die als een boot op allebei mijn moeder kunnen zijn. Ja goed, vader Diederik is laborant, maar waar werkte vader Bas? Was dat A, bij de krant, B, op het land of C, in een sterrenrestaurant? Laten we even gaan kijken. We wonen in een rijtjeshuis, we hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van een jaar. Ja, het was antwoord A. En Terrence is als het goed is ook aanwezig. Die zit daar ergens. Je bent groot geworden, zie ik inderdaad. Het nummer had enorm veel impact en is echt naar het buitenland, naar Japan, van Canada verplaatst. Het was echt een hit, omdat het een primeur was over het homohuwelijk. Gadverdamme. Ook de popsterren van vandaag schrijven de laatste jaren driftig mee aan Kinderen voor Kinderen. We gaan even kijken naar een swingend voorbeeldje. Ik wil beroemd worden. Wil op tv en op de radio beroemd worden. Wil in de bladen staan. Ik wil
schreef het liedje Ik Wil Beroemd Worden? Was het A. Van Velzen? Of B. Piet Philly? Of C. Alain Clark? Handen bij de knop, jongens. Hij is zelf hartstikke beroemd. Ja, denk je? Ja? Het was inderdaad antwoord C. Alain Clark. Heel goed. Ja, we zien hem allemaal op de foto. Vader Abraham, we kennen hem allemaal, hè, van de Smurfen. Hij heeft ook een keer een liedje geschreven voor Kinderen voor Kinderen. En dat ging over dieren die geen gebit hebben. Maar welke dieren werden genoemd in de titel van het lied van Vader Abraham? Waren dat A. eenden? B. kippen? Of C. struisvogels? Het goede antwoord is antwoord B. Laten we even luisteren. Waarom hebben kippen geen gebitjes? Waarom is de zee toch altijd zout? Waarom hebben kersen altijd pitjes? Waarom zijn de bomen toch van hout? Ja, dit was alweer de laatste vraag van ronde 1. Dat betekent dat we gaan kijken hoe de tussenstand is. Ik ben benieuwd hoe ze gescoord hebben. We kijken hier naar de makers. Hoeveel punten? 119 punten. Nou, ik weet nog niet wat dat betekent. Ik ben erg benieuwd. Wat hebben de fans? Ja, dat mag best wel geklapt worden. Maar hoe zit het met de fans? 111. Die zitten er niet ver vandaan. Maar hoe is het dan met de ex-Kinderen voor Kinderen? Hebben zij enig idee? 126. Het is natuurlijk allemaal hartstikke leuk, zo'n jubileum en 30 jaar Kinderen voor Kinderen, wat zijn we goed. Maar dat betekent niet dat we dit jaar niet een geweldige nieuwe plaat hebben gemaakt. Kinderen voor Kinderen 2009. De medley begint met het nummer Schoolreis. Het volgende lied gaat over kinderen in ontwikkelingslanden. Nooit meer kind. Kinderen 2009, mijn favoriet, Lachen is gezond.
Ik loop te zingen door de straten. Ik fiets langer weer naar school. En niemand heeft hier in de gaten wat ik doe. Want ik stap vrolijk in mijn bed. En weer blijf fluitend langs de grond. En niemand schijnt te snappen hoe dat komt. Lachen is gezond. Naast spetterende optredens en het grote Kinderen voor Kinderen spel gaan we vandaag nog iets heel spectaculairs doen. Frank die gaat zijn street dance moves allemaal laten zien. Nee, is een grapje. Wat we aan het eind van het programma wel echt gaan doen is de allergrootste Kinderen voor Kinderen hit aller tijden bekendmaken. Ja, via onze website hebben velen van jullie je stem uitgebracht. En die stemmen hebben Claudia en ik de afgelopen week thuis met de hand geteld. Kapot. En hierna bleven er 3 liedjes over. En die laten we nu in willekeurige volgorde zien. Ik heb zo'n baan. Van deze 3 allergrootste Kinderen voor Kinderen hit gaat worden, dat maken we pas aan het einde van dit programma bekend. Als er een lied wordt geschreven dat vieze praatjes heet, dan kan dat alleen maar worden geschreven door de Achterhoekse rocker Benny Jolink. Kun je me horen, Benny, trouwens? Ja, gaat goed? Ja, maar ja, het gaat nu beter, hè? Met kleindochter Luna hier aan het meekwissen. Kunnen jullie het een beetje winnen? Zijn we het meer dan ik, ja. Nou, en deze moet je zeker weten. Het liedje Vieze Praatjes, geschreven door jouw opa. Daar komt 1 vies woord niet in voor. Ik verheug me al dagen op het voorlezen van deze vraag. Welk woord komt niet voor in Vieze Praatjes? Is dat A, poep? B, hondendrol? Of C, scheet? Ik herhaal de opties nog even. Poep, hondendrol of scheet? Welk woord komt niet voor in Vieze Praatjes? Het goede antwoord is antwoord A. Poep, had ik al gezegd. Poep. We gaan even kijken. Ze krijgde en ze gilde. Nu is de man boven. Ik trap nu voor de 10e keer in een hondendrol. Kijk ben Vieze Praatjes. Hadden jullie het goed, Luna? Ja. Ja, jij wist het? En heeft opa altijd van die vieze liedjes? Nee. Ja, heel goed, heel goed. En wat is jouw favoriete Kinderen voor Kinderen liedje, Benny? Waanzinnig gedroomd. Ja, waarom vind je dat zo'n topper? Het is een van de weinigen die ik ken, maar het is een van de oudste ook, hè? En die we allemaal mee kunnen zingen.
Ja, dat de thema's van Kinderen voor Kinderen niet altijd even makkelijk zijn, dat blijkt wel uit het aantal protesten wat in de loop der jaren is binnengekomen. Vandaar de volgende vraag. Welke beroepsgroep voelde zich zwaar in de kuif gepikt door het nummer Sluit je aan? Waren dat A, de elektriciëns, B, de conducteurs of C, slagers? Het goede antwoord is antwoord C, slagers. Kijk maar even mee. Ik vind jou een scharminkels en mijn zwager maar bizar. Denk enkel aan zijn winkel, die is slager van zijn vak. Maar van zijn runderland neem ik geen af, omdat ik er zin van word. Carbonade of bonade komen nimmer op mijn bord. Ja, de bond van de slagers hadden bijna een rechtszaak aangespannen tegen de VARA. Terwijl de thema nota bene was aangezwengeld door een slagersdochter. Over naar onze slagersdochter Claudia de Breij. Ja, ook wel leuk om te melden dat het liedje werd gezongen door Christa Kruft, waar jij nu nog van droomt, s'nachts. Ja, dat is absoluut mijn persoonlijke favoriet. Ja. Ja, we hebben allemaal wel iemand van Kinderen voor Kinderen waar we verliefd op waren. De mijne zit in dat vak, maar daar kom ik straks op. Van de oudere generatie cabaretiers hebben Joep en Freek en zelfs Toon Hermans nog liedjes geschreven voor Kinderen voor Kinderen. Maar ook de jongere generatie liet zich niet onbetuigd. Dit is mijn Wie schreef het geweldige liedje Rock en Rolstoel? Was dat A, Dolf Jansen? Of B, Najib Amhali? Of C, toch Jan-Jaap van der Wal? Handen aan de knop, jongens. Rock en Rolstoel, heel mooi liedje. Gegokt, jongens. Het was antwoord A, Dolf Jansen. Jan-Jaap van der Wal is wel betrokken bij Kinderen voor Kinderen, want hij heeft heel lang in het land de Kinderen voor Kinderen Songfestivals gepresenteerd. We gaan weer een tekst afmaken en meezingen. En dat doen we dit keer met Buitenspelen. Ik ga buitenspelen, kom jij ook maar mee. Hou maar op met komen, lijkt mij een goed idee. Maak de zin af na hou maar op met gamen. Lijkt mij een goed idee om A, lekker in de zon samen met z'n twee. Of B, op het klimrek of tikkertje, wie doet er mee? Of C, van de glijbaan, ik sta al op de hoogste tree. Er is een duidelijke voorkeur. We gaan nog even kijken. Ik ga buiten spelen. Kom jij ook maar mee. Hou maar op met komen. Lijkt mij een goed idee. Lekker in de zon. Samen met z'n twee. Als een luchtballon. Neemt de wind ons mee. Ja, het goede antwoord. Antwoord A van Gino. Vorig jaar kindsterretje. We gaan weer thema's raden. Welk thema verbindt de volgende drie liedjes? Spinnen, De weg naar school en Monster in de kast. Wat hebben die liedjes gemeen? Is dat het thema insecten? Antwoord A. Of B, griezelen? Of toch C, het altijd spannende verkeersveiligheid? Ja, jullie weten het. Ik hoor het goede antwoord wel om me heen. Het is inderdaad antwoord B, griezelen. We gaan eens kijken hoe goed iedereen de teksten kent. En dat doen we met een heerlijk positief lied van Robert Long. Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever. De hele wereld werd meteen een beetje liever. Want ik negeerde alle narigheid totaal. Dan grote mensen graag met bommen willen spelen. Dan zou een koek die krijg je altijd op je bord. En dan luidt de vraag, wat is het allereerste goede bericht in het lied Als ik de baas zou zijn van het journaal? Is dat A, de eerste lammetjes in maart? Of is dat B, een pijnloze tandarts in Den Haag?
Of C, een verschuiving van de kinderbedtijd? Geen pijn bij de tandarts is misschien wel het belangrijkste antwoord. Antwoord B, laten we even kijken. Maar wat ik graag op tv zou zien gebeuren, dat is nieuws waarvan je denkt, amen. Er is een tandarts in Den Haag die niemand pijn doet bij het boren. Iemand vond de gouden ketting terug die ze was verloren. Het lied Ochtendhumeur gaat over een gezin waar het niet zo gezellig was aan de ontbijttafel. We gaan weer even kijken hoe tekstvast jullie zijn. Hoe heette het zoontje dat tot ergernis van de familie geen ochtendhumeur heeft? Is dat A, Sascha? Of B, Arjen? Of is dat C, Jurgen? Nou, op hem was ik. Hij was mijn Christa Kruft, Frank. Ah. Het is antwoord C, Jurgen. Wie kent hem niet? En het was uit de tijd dat jullie, Aati Dijkmeester en Edwin, dat jullie samen waren. Jullie speelden een gezinnetje toen. Ja, maar vadertje en moedertje deden. Ja, vader en moedertje waren met vier hele lieve kinderen, hè? Ja. Werden jullie ook aangezien voor een stel daarna? Nou, nee, niet zozeer, dat wil zeggen in de roddelbladen wel, maar niet aan de kassa bij Albert Heijn. Daar werd mij gewoon gevraagd hoe het nou was, zo 's ochtends. Tussen de hagelslag en zo, ja. Het was nog een foto laten maken dat we samen in bed lagen. Met hele wilde haren en dan zo'n hand van geen foto's AUB. Nou, want jullie pasten wel bij elkaar. Dank je. En even hoor, ik bedoel, niks ten nadele van jou, Edwin. Maar wat zie jij er nog belachelijk goed uit, Aati? Ongelooflijk. Helpen. Onvoorstelbaar. En allebei nog steeds going strong. Nog steeds af en toe een ome Willempje tussendoor? Nee, geen ome Willem is geëmigreerd naar Vuurland. Joepos de poepos. Ach, wat zullen we hem missen. Nou ja, maar laten we het zo zeggen. Joepie daar. Gelukkig, ik was al bang. En wat is jouw favoriete Kinder voor Kinderen liedje aller tijden, Edwin? Ik vond die zielige altijd zo leuk. Heb jij er een, Aati? Een zielige was, kom je die bij me spelen, maar ik vond daarentegen die van jou, van ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Want dat was... Ja, die wil ik nog een keertje zien. Ja. En er wordt mooier, hij is vast bijna uit de kaart. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tuin, ik ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin, als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug, ik ben Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug, ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Het is ons toch gelukt om een wiskundevraag in de grote Kinderen voor Kinderen quiz te stoppen. Uit hoeveel procent jongens bestond het koor de afgelopen 30 jaar? Was dat de helft? A, 50%? Of B, 33% jongens in het koor? Of C, waren het 25% jongens maar? Wie durfde er allemaal bij Kinderen voor Kinderen? Ja, er wordt hier aardig goed gegokt, geloof ik. Het is inderdaad antwoord B, 33%. 67% meisjes, 33% jongens. Had jij het goed? Nee, helaas niet. Jij bent Mirjam, hè? Ja, dat klopt. Jij schijnt echt een belachelijke Kinderen voor Kinderen fan te zijn. Het is schandalig, ja. Want hoe bepaalt het jouw leven? Wat doe je allemaal met Kinderen voor Kinderen? Nou ja, vroeger vond ik het zelf gewoon heel erg leuk om lekker te zingen en te dansen. Maar nu ben ik leerkracht en ik gebruik het gewoon heel veel op school, de liedjes. Dus op die manier met de kinderen dansen of ik pak het thema erbij en dan zing ik met de klas. En dit wist jij dus niet? Nee. En wat is jouw lievelingsliedje? Wat dans je met de klas? Ja, Meidengroep. Echt. Ja, dat is de topper? Ja, dat is echt een topper. Ook een klassieker, vind ik. We kunnen ook niet genoeg horen. Dat zijn de vijf, aanzienlijk in de meidenkoor. Wat is er mooier dan zo'n
Ja, hij is al vanaf zijn 7e levensjaar met muziek professioneel bezig. En hij is ook hofleverancier voor Kinderen voor Kinderen. Tony Eijk. Maar welk lied heeft Tony Eijk niet geschreven? Is dat A, Op een onbewoond eiland? Of B, Ik heb zo waanzinnig gedroomd? Of C, Ha ha ha, je vader? Het antwoord is C. Tony Eijk schreef wel de andere twee. En Haha, je vader werd gemaakt door Joop Stokkermans en Ivo de Wijs hier ook aanwezig. Haha, ha, ha, je vader. Goed, jongens. Even iets heel persoonlijks tussendoor. En toch is het ook Kinderen voor Kinderen geschiedenis. Omdat zij niet meer kan onthouden hoeveel wij van elkaar houden, schrijf ik in het boek op tafel alles wat ik daarvan weet. En dat ik heus echt niet vergeet hoe zij mij altijd heeft verwend. Dat onthoud ik voor haar, want zij is de liefste oma van de wereld. Liefste oma van de wereld. En dan de vraag, die is echt voor de kenners, want het zit niet in het liedje, maar wel in de titel. Hoe heette mijn oma? Was dat A, Jet, B, Sien of C, Truus? Is wel voor de kenners, hoor. Weet je het? Nee. Het was antwoord A, Jet. Het is heel grappig dat mijn oma nog een vraag is geworden in de Kinderen voor Kinderen quiz. Kai van der Voort heeft het liedje gezongen en heb ik je nog nooit voor bedankt. Wat heb je dat mooi gedaan, man. Een applaus voor Kai. Wat is dat goed. In 1993 is geprobeerd om het succes van Kinderen voor Kinderen te vertalen naar Duitsland. En dat werd Kinder voor Kinder. Wie presenteerde in 1993 en 1994 deze Duitse versie? Was dat A, Rudy Karel, B, Linda de Mol of C, Peter-Jan Rens? Dat was natuurlijk onze Linda. Kijk maar. Wir van Raupen en sehen uns die Geisterbahn an. Und essen heut Wurst aus der Hand. Laut lachend schaut man die Lehrerin an. Vom Riesenrad weiß wie die Wand. Doch wir drehen uns weiter, wir wollen nicht raus. Denn wir müssen noch lang nicht nach Hause. Dit is alweer het einde van ronde 2, dus we gaan kijken naar de tussenstand. Ik ben benieuwd of er iets is veranderd. Laten we kijken wat de makers deze ronde hebben gescoord. 113 punten. Dat is helemaal niet slecht. Hoe zullen de fans het dit keer gedaan hebben? Die kwamen er net wat bekaaid vanaf, maar 88! Dat zijn, ik dacht echt dat het de allergrootste fans waren, maar het valt me een beetje tegen. En de ex-Kinderen voor Kinderen zijn nog steeds zo goed. 103! Goed, we laten de teams even op adem komen. Het is tijd voor een zinderende Kinderen voor Kinderen medley. Te beginnen met onze thriller, Monsterfeest! We geven jou. Zeg eens, ben je al geweest op ons grote, ons geweldige, op ons fantastische monsterfeest? Monsterfeest!
even van je stuk. Met zoveel monsters in je buurt voelt het stiekem best onguur. Je mag van schrik altijd gillen, want dat is wat wij juist willen. Maar speciaal voor alle twijfelaars zoals Claudia. Ik heb nog geen idee. Bij familie op bezoek. Mijn vader zegt dat dat soms moet. Echt saai. Ik ben een beetje boos. Ze praten over politiek en over de economie. Zo saai. En altijd na een poos. Daar komt u weer dezelfde vraag. Speciaal voor alle opa's en oma's. U snapt er misschien niks van, maar toch zingt het lekker mee. Mijn MSN. Er zijn nog altijd pauzes dat ik in mijn eentje loop. Sinds een jaar vind ik dat echt niet meer zo ramp. Ik heb mijn eigen tijd waar ik met heel veel mensen chat. Mijn wereld is naar school op internet. Daar heb ik heel veel vrienden. En praat ik met iedereen. Maar de laatste tijd is ronde 3 met de componisten. Sommige componisten zijn ontzettend herkenbaar. Je weet toch eigenlijk al wie het is als je het prachtige liedje Zoals Zij hoort. Oh, ik wilde alleen net zo mooi zijn als zij. Ik wilde voor even zo schreef het liedje Zoals Zij, dat hier vertolkt werd door Vivian Kraaienveld. Was het A, Mayel Lustenhauer? Of was dit B, een typische John Eubank? Of toch C, echt heel duidelijk Jan Rietman? Wat denken jullie? Jan, jij weet het. Ja, jongens, gegokt?
Tuurlijk, het klonk ontzettend borsato. Dit was van John Eubank. Dat hoor je aan alles. En de tekst was van René van Bavel. En natuurlijk, Jan Rietman, je hebt heel veel andere mooie dingen gemaakt voor Kinderen voor Kinderen. En Marjan Lustenhauer heeft 25 jaar het koor op onnavolgbare wijze gedirigeerd. Dat brengt ons bij de volgende vraag. Want wat is het gemeenschappelijk thema van de liedjes Lomkind, Bruin en Gastarbeider? Is dat A, eenzaamheid? B, discriminatie? Of C, verlegenheid? Het goede antwoord is antwoord B. Ze gaan alle drie over discriminatie. Doe wat ik zeg, doe wat ik zeg, mijn jong. Waarom zo blank zijn ook beter zijn? Waarom zo blank zijn completer zijn? Of zouden blanken gemeener zijn? Nou ja, die pa dan die schelden. Wat is die bruin? We gaan weer meezingen en een liedtekst afmaken. En wel van het liedje En ik, en ik, en ik. En ik, en ik, en ik. Ik ben zo mager als een lat, zo bang in bad om te verdwijnen door het afvoergat. En ik, en ik, en ik. Ik ben zo lang, maar langer dan de allerlaagste brandweerslang. En ik, en ik, en ik. Ik ben zo rood, ik ben zo rood. Maak de zin af, ik ben zo rood, ik ben zo rood. Ik zou wel willen, A, dat mijn haar geen blonde verf afstoot. Of B, dat de kapper mij is overspoot. Of C, dat de kustwacht me een baan aanbood. C is de leukste, maar is het ook goed? Ik hoor hier B en antwoord B. Dat lijkt me goed, laten we even kijken. En ik, en ik, en ik. Ik ben zo rood, ik ben zo rood. Ik zou wel willen dat de kapper mij het overspoot. Weer zo'n knijter van Ivo de Wijs, die staat op jouw naam. En Ruud Bos maakte de muziek. En dat meisje dat zo lang was als de allerlangste brandweerslang, dat was Karin Vlasblom, later Frizzle Sizzle. Over Frizzle Sizzle gesproken, dat is natuurlijk een van de meest succesvolle verhalen van Kinderen voor Kinderen. Dus daar moeten we ook een vraag over hebben. Want wat was destijds het handelsmerk van Mandy, Laura, Karin en Marjon? Waren dat A, blote voeten? B, strakke hotpants? Of C, het dragen van geen make-up? Ja, het goede antwoord was natuurlijk antwoord A. Laten we even gaan kijken. Hoe kijken jullie hier nu op terug? Ik vond die hotpants ons echt geweldig staan. Ja. En geen make-up. Geen make-up. Wat is eigenlijk jullie all-over favoriet, all-time favorite Kinderen voor Kinderen lied? Ha, 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 je vader. Ha, 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 je vader. Ha, 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 je vader. Er zijn mensen die heel veel Kinderen voor Kinderen werk op hun naam hebben staan. Zo ook de man die deze evergreen heeft geschreven. Het woord haaienwiets toe aan de Nederlandse liedkunst. Was dat A, Willem Wilmink, B, Herman Pieter de Boer of toch C, Jan Boerstoel? Ik zie hem de boel al een beetje voorfluisteren. Zelf weet hij het in ieder geval nog. Het was natuurlijk B, Herman Pieter de Boer. En Herman Pieter de Boer heeft zoveel goede Kinderen voor Kinderen liedjes geschreven dat er zelfs één hele Kinderen voor Kinderen Herman Pieter de Boer plaat is. Dus Herman, het is dat mijn haar niet zit, maar anders nam ik mijn hoed nu diep voor je af. Door de jaren heen zijn dieren eigenlijk altijd een heel belangrijk thema voor Kinderen geweest. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Maar dat liep niet altijd even goed af. Want wie heeft er een vogel vermoord? Is dat A, Joris? B, Miepie? Of C, Johnny? Joris is een hond en Johnny is een pony. Dus Miepie heeft het gedaan. Het antwoord is B, Miepie. En Miepie heeft een vogel opgegeten. Nou ja, gegeten niet, maar...
wel vermoord. Het was me nog niet eerder overkomen. Het is nachts gebeurd en ik heb niks gehoord. Nee, maar dat van die R is echt helemaal niet waar, hè, bij Kinderen voor Kinderen. Het volgende lied is gemaakt door Henk Temming en Henk Westbroek, natuurlijk van Het Goede Doel. Wie kent ze niet? We gaan even kijken en luisteren naar Verliefdheid is rampzalig. Een pleitje is het zeker niet. Maar zelfs die noemt het liefdesverdriet. Verliefdheid is maar niks. Verliefdheid is rampzalig. Verliefdheid is maar niks. Verliefdheid is rampzalig. En het is zelfs erger dan... A. Een patatje oorlog. Dat kan Westbroek nooit hebben geschreven. B. Te laat naar bed gaan. Of C. De mazelen, de bof en rode hond. Ja, Henk zegt het even voor. Het is antwoord C. Even kijken. Kinderen voor Kinderen deelnemers zijn later doorgebroken in de wereld van de popmuziek of toneel of theater. Zo ook dit kleine ventje. Ze heeft echt geen weet van bij mijn oma in Maassluis. Ik weet het nu, ik raak dus niks meer aan. Mijn nooit meer. Een vader kan een vader en een moeder zijn in huis. Maar liever heb ik moeder hier en vader in Maassluis. Maar liever heb ik moeder hier en vader in Maassluis. Hoe heet de Nederlandse DJ die hier het brutale kind speelde? Is dat A. DJ Mason, of B. Don Diablo, of C. Carlos Valdés? Hoe gaat hij tegenwoordig door het leven, jongens? Edwin Rutte, die altijd op de dansvloer staat, die weet het. Ik hoor hem het goede antwoord voorzeggen. Het is DJ Mason, antwoord A. Oftewel, Jason Kronis, die maar liefst 5 jaar achter elkaar mee mocht zingen in het koor. Best vaak gaan de teksten van Kinderen voor Kinderen best diep. Iedereen kent dit liedje nog wel, omdat het zo verdrietig was. Eerst heeft hij nog op een zaaltje met 3 anderen gelegen. Maar al gauw heeft hij een kamer voor zichzelf alleen gekregen. En die ziekte kreeg hem steeds meer in zijn macht. Net zo lang totdat hij doodging op een nacht. Welke rivier speelt een rol in dit zeer gevoelige door Jan Boerstoel geschreven lied? Is dat A. de IJssel, B. de Lek of C. de Waal? Het is natuurlijk antwoord B. de Lek. Vroeger, vorig jaar nog, ging ik met mijn vader samen dikwijls fietsen langs de Lek. De Lek, hebben we allemaal flink wat traantjes bij gelaten. Florie, nog steeds jouw lievelingsliedje? Ja, mijn lievelingslied. Ik vind het een prachtige compositie. De tekst is perfect van Jan Boerstoel. En het jongetje zingt het zo mooi. En het is 1 camerabeweging. Ik vind het mooiste liedje van alles wat ik gehoord heb. Wel een droevige. Heel droevig. We hebben ook een paar hele mooie, hele vrolijke. Hoewel deze, ondanks dat het een hit werd, wilde het meisje dat hem uiteindelijk heeft gezongen het eerst niet doen. Ze moest echt overgehaald worden en toen werd het een van de populairste liedjes aller tijden. Wie zong het titellied? Was dat A. Elise van der Horst, B. Sarah Kronis of C. Kelly van der Veer? Jongens, het titellied... Het titellied, dat was natuurlijk Elise van der Horst. Laten we even kijken. Dus sinds een uur ben ik nu niet meer te genieten. Help, 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 help. Ik krijg titel. Ja, en we kunnen zien, ze kreeg ze ook. En ze kreeg ook een carrière. In 2004 brak ze als Elise door met haar hit Automatic. We gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Ik ga met Tim, ik ga lekker met Tim. Altijd met Tim, ik doe alles met Tim. Zeg met Tim, zeg lekker met Tim. Altijd met Tim. Ja, als ik denk aan Tim, dan zit ik urenlang te dromen. Hij is zo mooi en slim. Ik krijg geen hap meer door mijn keel.
We zijn alweer aanbeland bij de allerlaatste vraag van dit programma, helaas. De naam Tim uit het lied Tim, hij is het helemaal, is op het laatste moment gewijzigd. Wat was de oorspronkelijke titel van het lied uit 2002? Is dat A, Wim, hij is het helemaal? Of B, Jim, hij is het helemaal? Of C, Pim, hij is het helemaal? Het goede antwoord is antwoord C. Het was vlak na de moord op Pim Fortuyn. En last minute heeft het koor opnieuw het liedje ingezongen. Onder andere geschreven door Paula Patricio. Dit was alweer de laatste vraag. Dat betekent dat we naar de tussenstand gaan kijken van ronde 3. Ik ben benieuwd wat dat heeft opgeleverd. De makers, wat hebben ze gescoord? 112 punten. Niet slecht, niet slecht. De fans, hebben die in de vierde ronde nog een enorme inhaalslag gemaakt? 115 punten. Goede tweede plek in deze ronde. En wat doen de ex-kinderen voor kinderen? Zijn ze weer zo sterk? 133 punten. Ongelooflijk. Nou, Claudia, volgens mij wordt het tijd om alles bij elkaar op te tellen. Ja, het lijkt mij al redelijk duidelijk, rekenwondertje. Maar goed, de drie teams hebben zich als ware helder door al die prachtige, maar toch wel moeilijke vragen heen gevochten. En uit die heroïsche strijd kan maar één team als winnaar uit de bus komen. Wauw, mooi gesproken. Daar kan ik niet overheen. We gaan ons zo zoetjes aan maar eens richten op het grote, alwetende scorebord. Ik durf al een gokje te wagen, hoor. Welk team heeft overall het beste gescoord in het grote Kinderen voor Kinderen spel? Ik voel de spanning hier al in de studio als een beklemmende deken over me heen vallen. Moet je even je jasje uitdoen, maar ik ben ook heel erg benieuwd. Welke teamleden mogen zich straks de echte Kinderen voor Kinderen professors noemen? We gaan kijken naar het grote moment. De winnaars zijn... Ex-Kinderen voor Kinderen! Wat goed! Laat de kinderen maar binnenkomen. De makers op de tweede plaats en de fans, jongens. Een mooie derde plaats. Maar de medailles die gaan naar het vak van de ex-kinderen voor kinderen deelnemers. Kelly, hang hem op. En eentje voor je neef. Even chillen met alweer een gloedje nieuwe Kinderen voor Kinderen medley. Breek de tent af voor Ik Ben Zo Normaal. Gepest. Ik heb geen leerproblemen en ik krijg nooit huisarrest. Mijn ouders zijn niet gescheiden en ik ben heel gezond. Ik heb een aardig zusje en een cavia en een hond.
En voor iedereen die wel eens hoort, kun je niet eens je mond houden. Flap uit! Maar Sinterklaas wil dansen. En van de ene feestelijke uitslag gaan we moeiteloos over naar de volgende. Zo zijn wij, net zo makkelijk. Want we gaan nu bepalen welk nummer door jullie thuis verkozen is tot de allergrootste Kinderen voor Kinderen hit van de afgelopen 30 jaar. En de nominees are... Ik heb zo'n waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi, het was echt niet gewoon. Iedereen riep, hyper de piep. Daarna werd ik gekust. Hello.
liedje is door jullie gekozen tot de allergrootste Kinderen voor Kinderen hit uit dat toch al zo rijke verleden. Dat is iets dat Frank en ik natuurlijk niet zelf bekend mogen maken. Klopt, want het draait vanavond natuurlijk allemaal om de kinderen. En dus is het ook logisch dat zij de gouden plaat mogen uitreiken. Kom er maar bij, jongens. Kinderen met de gouden platen. Kom erbij, jongens. Het grote moment is daar. Wordt het onbewoond eiland van Tony Eijk, Herman Pieter de Boer en de zangers Benny en Dagmar? Of wordt het grootste Kinderen voor Kinderen nummer Wakker met een Meisje van Erik van Tijn en Jaap Bakker? Of wordt het Ik heb zo waanzinnig gedroomd, gezongen door Annemiek, ook van het gouden duo Tony Eijk en Herman Pieter de Boer? Dit is het moment van de avond. Jongens, zeg het maar. Wie heeft er gewonnen? Op een onbewoond eiland! Pieter de Boer en Tony Eijk, jongens. Geef ze een applaus. En Benny en Dagmar. Benny, Dagmar. Kom jullie erbij. Gezongen. Geen spat veranderd. Kom erbij, jongens. Kom erbij. Goed, hè? Toch een enorme hit die jullie op je naam hebben staan. Ik ben er zeer trots op. En de zangeres die het gezongen heeft, die hadden ze op dat onbewoond eiland moeten houden. Want die heeft nu inmiddels 4 kinderen, heb ik gehoord. Dat is fantastisch. Nou, dat zou je niet zeggen. Je ziet er nog steeds uit als in 1982. Wanneer was het? Ja, nee, 81. 81. Geweldig. Mag ik ook nog even zeggen, ik zag dat het door Linda de Mol was gezongen. Rudy Karel heeft het ook in Duitsland gezongen. En we hebben het ooit opgenomen in Shanghai. En daar is het ook een grote hit. En heb je daar nou een leuk extra tuinhuisje aan overgehouden aan zo'n hit? Ja, een heel klein tuinhuisje. Ja, oergezellig, daar zit ik liedjes te schrijven. Dus uiteindelijk komt het allemaal weer ten goede van de kunst. En wij zijn jullie ontzettend dankbaar, want het is echt een... Hebben jullie geen stuiver aan overgehouden? Ik ga deze plaat meteen verkopen. Nee. Nou, een legendarisch liedje op je naam en terecht. We zingen hem allemaal nog steeds heel erg vrolijk mee. Jongens, bedankt, gefeliciteerd. En iedereen bedankt die heeft gestemd op onze Kinderen voor Kinderen site. En dan nu, hier, live, Old Meets New, de Kinderen voor Kinderen van 2009. Zingen jullie liedje uit, 81? Dat het wel, ja. 81, en het is nog steeds te gek. Op een onbewoond eiland! Kom maar, kom maar zitten met ons. Ah!
geweldig, jongens. Maar, Frankie Boy, er staat volgens mij ons nog één ding te doen. Jij hebt daar een waanzinnig subtiele beker. Welk koppel had van alle teamleden de allermeeste kinderen voor kinderen kennis in huis? Dat hoeft dus niet per se in dat winnende vak te zitten. Nee, ja, ik weet wel in welk vak de winnaar zit. Zal ik er vast naartoe lopen? Ja, ik loop met je mee. Ik had het wel een beetje verwacht, toch stiekem? Toch? Oh ja? Ja. Dus niet het vak van de ex-deelnemers, maar het vak van de makers. Daar zit een oma, opa, kleinzoon, vader. Pak jij de gouden envelop. Oh ja? Ja. Had jij het verwacht? Nee, dat verwacht je niet. Nee, hè? Dat had ik nooit verwacht. Het koppel dat de meeste vragen goed beantwoord heeft, zijn Julia en Menno Bentveld. Wist jij heel veel of wist papa heel veel? Ik. Ja? Wat goed van je, want papa wist er niks van. Nee. Maar wat goed! Dat is helemaal jouw beker. Van harte gefeliciteerd, ontzettend goed gedaan. Ongelooflijk dat jij als oud-Vara Koniveer toch zo'n beker nog naar binnen weet te trekken, Menno. Onwaarschijnlijk, hè? Ja, ik ben enorm goed geholpen door Julia natuurlijk. Die altijd die cd'tjes wil draaien, moet draaien. Dus ik moet meeluisteren altijd maar weer. Heel goed, van harte gefeliciteerd. Ja, goed. Jullie, kun jij hem dragen, Julia? Nee, niet echt. Geef dat ding dan maar aan papa. Oh. Julia en Menno Bentveld. En als je nog niet genoeg Kinderen voor Kinderen hebt gehad, ga wel naar kinderenvoorkinderen.nl. En volgend jaar gaan we gewoon weer vrolijk verder met aflevering 31 van Kinderen voor Kinderen. Dus op naar het volgende jubileum. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.